Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de 8e koers, Your Highness prijs. De paarden gaan aanrijden. Paarden draaien in. Het gaat niet door, zwaait de starter. Herverzamelen. Paarden rijden weer aan. In de vakken. Standby. Valse start. Deelnemers terug op uw plaatsen. Herverzamelen. Paarden rijden weer aan. Standby. En de start is gevallen. Derde keer, goede keer, zoals onze zuidenburen zeggen. En dat moet ook Jos Laremans denken. Want hij probeert met Aurel Derenbus de leiding te grijpen. Maar sneller komt aan de buitenzijde Sahia Charisma naar voren. Met Patrick van Ooyen en die neemt de leiding. Sahia Charisma neemt het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats zien we dan Aurel Derenbus en Automatic Frisia. Die ligt in derde stelling. De vierde plaats aan de binnenzijde voor Zwaans Dien. Vijfde aan de buitenzijde Anyway to Jean. Die wordt gevolgd door Kies de Ginet. Die al goed is aangesloten met de paarden in het eerste vak. Daarachter volgt dan Speed Docagne. Die wordt gevolgd door Rebel de Joux. En zo draaien de paarden dan de bocht door aan de staart van het veld. Cochon Gédé. Paarden zijn halverwege de Klingendaalbocht, gaan op weg naar de overzijde van de baan. Zahir Charisma heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Aurel Derenbus op de tweede plaats. Derde is dan Automatic Frisia. Op de vierde plaats Zwaans Dien, geflankeerd door Anyway Tour Jean. Met daarachter dan Kies de Ginet en die gevolgd wordt door Speed Docagne. Zo zijn ze halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daarachter Rebel de Joux en Quotant GD is nog altijd Tail and Charlie. Paarden zijn halverwege de overzijde, zijn nu zelfs al langs het laantje van Jochems. Met nog altijd Zahir Charisma. Zahir Charisma heeft een lengte voorsprong. Aurel Derenbus is tweede. Anyway to Jean in het tweede spoor derde. Vierde aan de binnenzijde Automatic Frisia. Met daarachter dan Zwaans Dien. Die wordt gevolgd door Speed Docagne, dan Rebel de Joux. En Cochon Gédé is nog altijd de laatste van het peloton. Zo gaat het veld nu de laatste bocht in. Met bij het indraaien van de bocht heeft Zahir Charisma nog altijd voordeel. Op Aurel Derenbus, die geflankeerd wordt door Anyway Tour Jean. Met daarachter dan Automatic Frisia. Cochon Gédé die zit duidelijk op het vinkertouw. Klaar om toe te slaan in de laatste rechte lijn. En zo zijn ze dan halverwege de bocht en komen richting laatste rechte lijn. Ook Speed Docagne die volgt attent achter de leiders. En we hebben nu nog 600 meter te gaan als de laatste rechte lijn is aangebroken. Met nog altijd Zahir Charisma. Probeert van start tot finish de koers te doen.
domineren. Zahir Karisma met Patrick van Ooyen probeert afstand te nemen en heeft nu een tweetal lengte voorsprong op Aurel Derenbus. Maar daar komt aan de buitenzijde al naar voren Kies de Giné. En Kies de Giné die gaat duidelijk laten zien wie hier de beste is. Nou, Kies de Giné heeft dat al eens eerder laten zien en hij neemt weer afstand hier. Kies de Giné heeft twee lengte voorsprong genomen. Automatic Fries, ja, aan de binnenkant komt Aurel Derenbus. En zo zijn ze in de laatste meters met Kies de Giné, die nog altijd voorsprong heeft op Aurel Derenbus. Daarachter Automatic Frisia. Kies de Giné is de leider en is de winnaar. Aurel Derenbus tweede. Dan Automatic Frisia. Speed Dokanje. En die wordt gevolgd door Rebel de Joux.